We gaan pepernootjes maken. We gaan kruidnootjes maken. Ja. Mijn speculaaskruiden die gaan we zelf maken. Nee. Oh. Even wachten. En hier zo meteen de bakplaats, die hebben we nodig. Hi lieve taties, welkom bij een nieuwe video. We gaan pepernootjes maken. Kruidnootjes maken! Ja! Gaan we samen kruidnootjes maken. Superleuk! Ja, het is natuurlijk bijna Sinterklaas. En wat eten we met Sinterklaas? Volop kruidnootjes! Ik zal even mijn telefoon stilzetten. Even wachten, Jess. Ja, je doet het wel heel goed en voorzichtig. Dat moet ik je nageven. Even wachten. Het is bijna Sinterklaas. En wat eten we dan heel veel? Pepernootjes! Pepernoten en kruidnoten, want eigenlijk zijn pepernoten en kruidnoten niet hetzelfde, hè? Nee. Nee, want wij gaan vandaag kruidnootjes maken, dat zijn de harde snoepjes. Ja. En wat hebben we daar allemaal voor nodig? 100 gram boter. We hebben 100 gram boter nodig, ja. Ja. 250 gram zelfrijzend bakmeel. Ja. 125 gram... Was het suiker nodig? Ja. Suiker, daar worden ze zoet van. Jessie, waar ben je nou? Ja. 1,5 lepel speculaaskruiden nodig. Mijn speculaaskruiden die gaan we zelf maken. Ja. Dat is leuk, hè? Want in de speculaaskruiden zit kaneel, gember, gemalen koriander, gemalen kruidnagel. Anijszaad, gemalen. En gemalen kardemom. Hang. Nee, we hebben natuurlijk ook een snufje zout nodig. 100 gram koude, harde boter. En die snijden we in blokjes. Ja. En 5 eetlepels volle melk. Yeah. Yeah. Dus we gaan nu eerst even samen de boter in blokjes snijden. Ja. Goed zo. Zo. Dat we heel veel blokjes hebben. Ja, 100 gram, hè? 100 gram boter. Ja. Zo, dit zijn allemaal blokjes. Ja. Wat gaan we nu doen? Suiker in doen. We gaan eerst even de speculaaskruiden maken. Oké? Oké. Zijn je handen schoon? Ja. Oh, nou, dan hebben we nog niet echt gebakken, hè? Wel altijd zo, dat als we iets in de keuken doen, en helemaal met bakken van cake of zo, dat je handjes best vies mogen worden. Ja? Vind je dat ook? Ja. Ja. Even kijken, dus we hebben hier een bakje. Ja. En daar doen we een lepel kaneel in. Ja. Doe maar, één lepeltje kaneel. Nee, met de lepel. Met de lepel. Met de lepel. Oeh, dat is wel heel veel. Oh. Nee. Ja, is het lekker? 1 lepel is genoeg. Is het lekker? Nee, niet eten. Anders klopt het recept niet meer. Je hebt het al geproefd, toch? Vond je het lekker of niet? Ja. Ja. Hier kun je likken. Ja. Ah. Oh. Nou, dit is een beetje lastiger, want daar kunnen we niet in met de lepel. Dus dan doen we zo. 1 lepel. Kaneel zit erin. Dit is een lepel anijszaad. We doen ook nog een lepel gember. Mag ik? Kijk, hij kan er niet in. Dus we doen het even zo. Hij kan het wel. Wacht. Ja, maar boven het bakje. Samen. Ja, dat weet ik ja. Dat en was... deze? Ja. En die dan nog. Wat is dit dan? Wat staat hier? Komaya. Heel goed. Even. Nog een keer. Een beetje te veel. Zo. 1 lepeltje kardemom. Ja. Hou jij het lepeltje vast? Of, ik hou het lepeltje vast. Doe jij het bakje?
bezig, ja? Ik ga samen doen. Ik wil het alleen doen. Alleen doen. Ja, de volgende. De volgende mag je alleen doen. Oké. Okay. Wat kan die nu draaien? Oh. Ja. Ja. Ja, is genoeg. Heel goed van jou. En wat nu? Deze! Nou, nee, we hebben alles wel ingedaan, schat. Maar die toch niet? Ja, kijk. Oh. Maar mag ik nou horen? Nou heb ik lekker ei nodig. Oh, alle kruidjes er lekker in zo. Jessie gaat heel rustig door elkaar roeren. Goed zo, doe maar rustig roeren. Heel rustig. Jij kan dat, hè? Nou, is helemaal kaneel. Nou, is helemaal kaneel. Zullen we even proeven? Ik heb al geproefd. Nee, maar dat is te veel. Klein beetje proeven. Ja, dat is helemaal niet lekker om zo te eten, hè? Maar, even wachten, want ik vergeet nog iets. Wat helemaal niet lekker! Nee, ik zie dat we niet helemaal de goede hoeveelheid hebben aangehouden. Oh. Dus we hebben nu van alles 1 theelepel gedaan. Oh. Oké. Moeten we dan helemaal leeg hebben? Nou, laten we inderdaad maar even opnieuw beginnen, ja. Oké. Nou. Oké. Pak even een nieuw bakje. Ja. We beginnen gewoon even opnieuw. Hij valt zelf uit! Ja. Nou, lang verhaal even kort. We beginnen even opnieuw. Het moet dus zijn 2. Tweetjes. Pas op voor mijn oor, alsjeblieft. Dank u. Super lief. 2 lepels kaneel. 1 lepel kruidnagel. 1 lepel poep. 1 lepel nootmuskaat. En 1 lepel op de kruidnootpoep. Mm-hmm. 1 halve lepel anijszaad. En dus 1 halve lepel gember. En iets minder dan een derde lepel. Ja, het is eigenlijk 3 van, maar ik heb het recept nu moeten halveren. Nee, zet die maar terug. Zeg maar de helft van 3/4 lepel cardamom. Snap jij dat? Dus 1/3 lepel. Papa. Ja. Er moeten kruidnootjes hierin. Nee, de kruidnootjes. Beslag gaan we nu maken. En dan gaan ze in de oven. Oké. Dus we gaan nog eventjes snel doen met die lepels wat we net deden, maar dan de snelle versie. Want anders wordt het een beetje een hele lange. En dat gaan we dus niet doen. Terwijl dat Jessie de nieuwe samenstelling kruiden door elkaar aan het roeren is, gaan we de bloemen bijhalen. En waar ik net zei, 2 lepels kaneel is het 4 lepels kaneel. Ja, het was even. Ja, is het lekker? Het was eventjes even nadenken, want het recept was voor 8 lepels kaneel en dan 2 kruidnagel en 2. Nou ja, heel veel en zoveel hebben we niet nodig. Dus ik heb het even gehalveerd. Hé, wie zie je daar? Ik weet niet wie je daar zit. Ik zie je Mokko. Temokko? Nee, dat is niet Temokko. We hebben hier een bakje. Deze ga ik hier. Nee, die is klaar. Die heb je al gehoord. Heel goed van jou. Nou mag je hier mag je de bloem in doen. Oké. Deze. Oké. 250 gram. Hup. Oh, dit doet ook. Oh, rustig. Jeetje, Mina, Jessie. Wat was dat nou weer? Hè? Nou ga ik roeren. Nee, je hoeft niet te roeren. Heel goed voor jou. Nee, oh mijn god. Jessie. Ik zei wel, je mag er een beetje een. Ik zei wel dat je er een beetje een rotzooitje van mag maken, maar dit is wel. Dit is wel. Je zei toch dat mijn handen vies mogen? Ja, dat zei ik inderdaad. Weet je waar dit voor is? Dit. Nou, vertel maar eventjes, waar is het voor? Als ik mijn mama kwijt ben, ja? Dan loop ik naar iemand toe, zeg tegen de politie, ik ben mijn mama kwijt, die staat hier op. Heel goed van jou. Dat is echt heel goed van jou. Dat kan ik al zeggen. Ja,
Ze hebben het allemaal al weet ook gewoon. Deze, die bloem, heel goed van jou. Moet je er nog één doen? Nee, die hoeven we niet nog één te doen. Maar heb je nou een klein beetje van die? Eén. Is dat ook bloem? Nee, dat is bakpoeder. Dat hebben wij nodig, omdat we geen zelfrijzend bakmeel hadden. Maar wel bakpoeder. Oké. Even wachten. Dus, we hebben de bloem. Ja. We hebben de kruiden. Ja. Bloem, kruiden, even wachten. Want ik moet even kijken hoeveel erin moet. Volgens mij hoeft er namelijk maar één eetlepel in. We gaan... Nee, wacht. Terug. Even wachten. Je hebt zoveel enthousiasme. Maar als we te snel gaan, dan slaan we stappen over en dan klopt zo meteen het recept niet. Laten we als eerste de oven voorverwarmen op 175 graden. Is dat een goed idee? Ja. Oké. Kom, pak je stoel en zet de oven aan. Oké. Ja. Goed zo. Dan zetten we hem op boven en onder. 175 graden. Dan mag je op die drukken. Is het? Ja. Goed zo. Nou, de oven staat aan. Zet je stoel maar terug. Dan gaan we het beslag maken. Het deeg. Even wachten. Nou, hier zo meteen de bakplaat. Die hebben we nodig. Oh, heb je nou... Jij boef. Deze hebben we namelijk ook nog nodig. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 12, 8. Ja, grap. 20 minuten. Ja, doe maar erin. Ik ga even helpen, want er mag 125 gram in. Ik denk zelfs dat het... Tuurlijk. Even wachten. Moet er heel veel in? Ja, en er moet nog meer in eigenlijk. Dus ik pak heel eventjes gewone suiker. Ja, ik heb het goed. Ja, even wachten hè. Even weg je lepeltje. Ja. Oh, nee, dat is goed. Ja. Ja, één eetlepel van die kruiden. Nou, je hebt er nu al... Ja, dat is genoeg. Nou, dat worden wel hele kruidige kruidnoten. Dat kan ik je nu al vertellen. Ik hoop dat ze lekker gaan zijn. Want Jessie heeft er onwijs veel kruidnoten, kruiden, speculaas, smaak aan toegevoegd. Vind je dat lekker? Niet? Vind je dat niet lekker? Hoezo niet? Dat het niet zo fijn vindt. Oh, nee. Nee. Als het te pitterig is, dan is het niet zo fijn, hè? Nee. Meng in de kom alle droge kruiden. Dus de kruiden, de suiker, de bloem. Ja, dat is niet erg, schat. Oh ja. En een snufje zout. Nou, ik mag het doen. Oké. Laat eens zien. Dat is veel te veel. Los? Nou, dit mag je erin doen. Zo. Doe maar erin. Goed zo. Snuf je zout. Nu mag je met je handen, Jessie. Ja. Alles door elkaar doen. Oké. Dus je mag nu met je handen hierin. Alles door elkaar. Gewoon rustig. Goed zo. Alles door elkaar. Goed zo. Heel goed. Ook daar zo. Hier zo goed in de bodem. Nu mag de boter erbij. Dan mogen we het nou doen. Ja, nou mag het er allemaal er doorheen. En nu moet je het dus gaan kneden. Dan moet je heel hard knijpen. En dan door de... Ja, er doorheen. En dan wordt het echt een deegje. Ja, dan mag je hem roeren. Ja, dit is eventjes... heel veel werk. Maar ja, dat hoort erbij, hè? Maar als dit boter is, dan is het wel lekker. Vind je niet? Hoe ver ben je?
Ik ben hier. Ik ben heel ver. Ben je heel ver? Ja. Ta-ta-da. Nou gaan we de grim van de hond maken. Nu gaan we, wat gaan we doen? We gaan de grim van de hond maken. Begin van het rondje? Ja. Oh. Nou, ik heb geen idee eigenlijk of dat dit een beetje is zoals het moet zijn. Want in mijn optiek is het echt veel te droog. En kunnen we hier niet echt een lekker kruidnootje van maken. Waarvoor? Dat dit? Ja, ik vind hem zo droog. Want hoeveel hebben we er nou in gedaan? Ik ben ook echt een bakkoning. 1, 2, 3, 4, 5. Goed tellen, hè? Ja, ik kan echt super goed tellen. Nou. Oh! Wat? Er moet nog melk in. Oh ja. Zie je, we moeten echt maken. Ja. We moeten nog melk in doen. Ik wist toch dat niet. Dus, wat moet er nu nog bij? Melkjes. Melkjes. Vijf eetlepels melk. Tel je mee? Ja, 1, 2, 3. Nee, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, hè? Ja. Nou gaan we weer kneden. Nou, lekker met je handjes erin. Oh ja. Kom hier, ja. Ik kom. Oh nee, ik kom. Oh, ik kom. Nou. Wat? Is jou lekker? Ja. Ja? Ja. Nou, we hebben die heen gedaan. En we hebben een beetje broek, maar het was niet lekker. Maar met melk, ik ben lekker. Oh, oké. Okay. Oh, je had al geproefd? Ja. Wanneer heb jij geproefd dan? Dat had ik helemaal niet gezien. Hé, hey, dat had ik eventjes gemist. Maar inderdaad, het beslag is nu wel een stuk beter. Hè? Om je vingers bij af te likken, zegt Jessie. Hè? Vind je het lekker? Kijk. Oh ja. Oh, dat smaakt eigenlijk al wel naar een pepernoot, hè? Of kruidnoot. Ja. Ja. Nee, maar mag ik, waarom doe je dan een grote? Dit is een pepernoot. Gaan we hem zo in de oven doen? Ik wil niet een grote. Nee, we gaan kleintjes maken. Oh, dat mag ik even. Ja, even kijken. Dat mag ik een grote gaan maken. Zullen we heel eventjes laten zien aan de mensen thuis hoe dat het deegje er nu uitziet? Ja. Zo ziet het deegje er nu dus uit. Hier kunnen we wel mooie pepernoten van draaien, hè? Mm-hmm. Kruidnoten. Wauw! Dat is echt een hele mooie al. Ja. Die mag van hier. Ja, leg daar maar op. Ja. Zo, dan krijgen we ieder een beetje deeg. En dan mag je allemaal pepernootjes maken. Goed draaien, hè? Een beetje grotere en kleinere. En hoe zullen we onze kruidnootjes noemen dan? Geven ze nog een speciale naam, of niet? Nee, weet ik niet. Wat dacht je van de politienootjes? Ja, er zijn wel heel veel. Ja, hè? Ja. Zo, ze zijn klaar. Ja, doe maar oven, open. Goed zo. Zet hem erin. Ja. We gaan hier 25 minuten wachten. Hey Jess. De kruidnootjes zijn klaar. Ah! Kom met je stoel. Kom met je stoel. Oh, de kruidnootjes zijn klaar. Oh, gaat het? Ja? Oh, hij stoot zijn gezicht weer. Oh, ben jij er klaar voor? Ja. Oh, pas op. Er komt veel stoom uit. Oh. Zijn
is al goed. Heet hè, Jess? Heet hè? Wow. Even voelen. Ja, die zijn wel goed. Ik denk dat we ze gewoon even moeten nalaten garen. Ja, want ze zijn nog een beetje... Ja, ze zijn nu nog zacht. Ja. Ik denk dat ze nog even een paar minuutjes eruit moeten. Nee, erin juist. Ik vind ze nog een beetje blanco. Misschien nog ietsje... Ja. Gewoon nog eventjes nagaren. Dan doen we ze nog even erin. Oh, dat ruikt goed, hè, Jessie? Zal ik... Wacht even, ik weet een beter idee. Ik pak een kleintje voor jou eruit. Mag papa die? Ah! Maar ik hoor hem al knappen. En? Lekker? Heb jij goed gedaan? Mijn kleine chef. High five. Nou, Jessie heeft onwijs goed meegeholpen. En hij is er nu wel helemaal klaar mee. Het was gisteren ook behoorlijk laat. Dus laat Jessie maar gewoon lekker. Wil je het recept zelf uitproberen? Ga dan naar de link in de beschrijving. Want daar zal ik een link zetten naar het recept van Miljuska. Ik heb hem lekker gepikt van haar en hij is erg lekker. Jessie besluit er toch nog even bij te komen. Laat een leuke reactie achter onder deze video. Wat vond jij van de kruidnoten? Lekker! Lekkere kruidnoten, de allerlekkerste van de hele wereld. Dankjewel voor het kijken. Tot voor een video. Ciao, 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 ciao,